Goedemorgen gemeente. Vorige week zou ik de leiding van dienst hebben. Dat is helaas niet gelukt dat ik geen stem had. Deze week gaat het iets beter. Maar ik heb nog steeds een beetje last van verkoudheid. Maar met strepsels, water en bovenal Gods hulp hopen we vanmorgen weer stil te staan bij het boek Spreuken. En vanmorgen willen we verder gaan in Spreuken in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9, vanaf vers 1. En daar lezen we. De hoogste wijsheid heeft haar huis gebouwd. Haar zeven pilaren uitgehakt. Ze heeft haar vee geslacht. Haar wijn gemengd. Ook heeft zij haar tafel gereed gemaakt. Ze heeft haar dienstmeisjes uitgezonden. Zij roept op de toppen van de hoogte van de stad. Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij. Kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Verlaat de onverstandige dingen en leef. En begeef u op de weg van het inzicht. Wie een spotter bestraft, laat schande op zich. En wie een goddeloze terecht wijst, draagt zijn schandvlek. Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u lief hebben. Geef onderricht aan een wijze, en hij zal nog wijzer worden. Onderwijs een rechtvaardige, en hij zal inzicht vermeerderen. Het beginsel van de wijsheid is de vreze des Heren. En de kennis van de Heilige is inzicht. Want door mij zullen uw dagen talrijk worden. En zullen jaren van leven u worden toegevoegd. Als u wijs bent, dan bent u wijs ten bate van uzelf. Bent u een spotter, dan moet u dat alleen dragen. Vrouwen dwaasheid is onrustig. Louter onverstand. Ze heeft nergens weet van. Ze zit bij de deur van haar huis. Op een troon, op de hoogte van de stad. Om naar de voorbijgangers op de weg die rechtdoor willen gaan te roepen. Wie ook maar onverstandig is, laat hij van zijn weg hier naartoe afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij, gestolen water is zoet. En in het geheim genuttig brood is aangenaam. Maar men weet niet dat daar gestorvenen liggen. Haar genodigden liggen in de diepte van het graf. Nou, we vervolgen vanmorgen onze preekjeserie door het boek Spreuken. En voordat we dat doen, blikken we kort terug op wat we de vorige keer hebben behandeld in hoofdstuk 1. In de introductie, in hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7, lazen we de vorige keer over de auteur. Het boek Spreuken is geschreven door Salomo, maar is ingegeven en geïnspireerd door de Heere God zelf. God zelf is de auteur en de bron van alle wijsheid. En ook lazen we over het doel van het boek Spreuken. Het onderwijzen, het opvoeden in de wijsheid, in de kennis. Onderricht voor de praktijkvloer van het leven van alle dag, zou je kunnen zeggen. Zodat we leren om verstandige keuzes te maken. We lazen over de doelgroep van het boek Spreuken. Aan wie was het boek Spreuken geschreven? Nou, dat is in de eerste plaats aan de onverstandige of de naïveling, zoals we gezien hebben. Personen die het ontbreekt aan levenswijsheid. Maar ook de wijze worden hier aangesproken. Zij die de lessen aannemen. Zij die luisteren naar onderricht en wijsheid. Zij die niet wijs zijn in eigen ogen, maar ontzag hebben voor de Heere. En we zijn de vorige keer de drempel van het boek Spreuken overgestapt. Toen we in vers 7 lazen dat de vreze des Heeren het beginsel van de kennis is. Want voordat we werkelijk wijs kunnen worden, moeten we namelijk de Heere leren vrezen. Het van Hem alleen verwachten. De grootste nood van de mens is dan ook niet in de eerste plaats meer informatie, maar een relatie. Een relatie met de Heer Jezus Christus. Nou, tot zover de samenvatting van de vorige keer. En voordat we kijken naar het tekstgedeelte van vandaag, wil ik eerst nog even snel een blik werpen op de hoofdstukken die we overslaan, die we gepasseerd hebben. De hoofdstukken tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 9. En het boek Spreuken zouden we kunnen indelen in grofweg 3 delen. Het eerste deel, dat loopt vanaf, dat is eigenlijk hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. Het gedeelte dat we vorige keer behandeld hebben. En het laatste deel, dat loopt vanaf hoofdstuk 10 tot hoofdstuk 31. Dit zijn de hoofdstukken waar
allerlei thema's worden aangesneden. En daar hopen we later dit jaar nog bij stil te staan. En tussenin, vanaf hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9, daar vinden we een ander soort inhoud. Het zijn een serie vaderlijke vermaningen of vaderlijke lessen die vaak beginnen met de woorden: mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader. En dan volgt er een les. En eigenlijk zou het goed zijn om al die lessen langs te lopen. Maar helaas zal dat niet gaan lukken in 5 preken. Maar er zijn confronterende lessen. Waarin gesproken wordt over geweld, over hebzucht. Maar ook over overspel en hoererij. Lessen die een jonge man nodig heeft voordat hij er zelf mee geconfronteerd zou worden in het leven. En de vaderfiguur onderwijst zijn zoon in deze lessen over de wijsheid. Door de wijsheid af te beelden. Door de wijsheid te personificeren. Met andere woorden, hij stelt zijn zoon voor aan de wijsheid door wijsheid als een persoon te omschrijven. Een vrouwelijke persoon, aangeduid met haar en zij. En de eerste keer dat we worden voorgesteld aan vrouwenwijsheid, dat is in hoofdstuk 1, vers 20. Daar lezen we hoe wijsheid luid roept en haar stem laat horen op de pleinen. In totaal 4 keer in deze hoofdstukken lezen we een oproep van vrouwenwijsheid. En wat wellicht ook direct opvalt in ons tekstgedeelte en ook in de andere gedeeltes in de eerste 9 hoofdstukken, dat is dat wijsheid met een hoofdletter wordt aangeduid in de HSV. En dat is iets wat niet alle vertalingen doen, maar dat vereist wel enige toelichting. Met name in hoofdstuk 8 vinden we een beschrijving van de wijsheid die ons doet denken aan de Heer Jezus zelf. In hoofdstuk 8, vers 22, zoek misschien maar eventjes op, hoofdstuk 8, bladzijde terug. Hoofdstuk 8, vers 22 kunnen we lezen hoe de wijsheid er altijd al was, voordat de wereld geschapen was. Hoe wijsheid bij God was, zijn lievelingskind staat er. Een bron van blijdschap lezen we in vers 30 en 31. En verder in vers 34 tot en met 36 lezen we ook over belofte van zaligheid. Voor hen die waarheid vinden. Vers 35, wie mij vindt, vindt het leven, staat er. En in Spreuken 1, vers 23, daar lezen we: keert u zich tot mijn bestraffing. Zie, ik zal mijn geest over u uitstorten, mijn woorden u bekendmaken. Nou, over wie spreekt de tekst hier nu? Nou, daar wordt namelijk verschillend over gedacht. Salomo's doel was in de eerste plaats om de wijsheid zo treffend mogelijk te beschrijven en af te beelden. We lezen hier dus in eerste instantie over de wijsheid zelf als een eigenschap. Wijsheid is geen echte persoon. Maar God was het die Salomo inspireerde in het schrijven van de spreuken. En bij wie komen we uit wanneer we de hoogste wijsheid als een persoon proberen te omschrijven? Bij wie of wie was de wijsheid van God? Wie was en is, met een moeilijk woord, de incarnatie, de belichaming van de wijsheid? Wijsheid in een persoon. Juist ja, dat is bij de bron van de wijsheid zelf, bij de Heer Jezus Christus. En ook in het Nieuwe Testament zie je verschillende verwijzingen naar de Heer Jezus als de wijsheid van God. In 1 Korinthe 1, vers 24 wordt Christus de kracht van God en de wijsheid van God genoemd. Ja, we moeten de tekst lezen in de juiste context, dat is belangrijk. Maar het hoeft niet in tegenspraak te zijn met het christocentrisch lezen van de tekst. Wetende dat het God zelf is die zijn woord inspireerde. En dan komen we bij ons tekstgedeelte van vanmorgen. Het is de laatste les die de vaderfiguur ons geeft. Met daarin ook de laatste oproep van vrouwenwijsheid. En ik heb over de preek gezet een dubbele uitnodiging. Maar misschien is het u of jou wel eens overkomen. De postbode brengt een stapel post. En tussen alle brieven en belastingaanslagen liggen 2 hele bijzondere enveloppen. Ze vallen op door de kleur en de luxe afwerking. Misschien zit er nog wel een mooi zegel op. U kent het wel. En snel maak je ze open. Het zijn uitnodigingen. En 1 uitnodiging is voor de bruiloft van je beste vriend of vriendin. En je bent de eregast. Je bent de getuige. Je mag getuige zijn bij de huwelijksvoltrekking. Wat een eer. En dan open je snel de andere uitnodiging. Die is van je ouders. Ze vieren hun 40-jarige huwelijksjubileum. Een groot feest is georganiseerd en met eten en alles erop en eraan. Iets waar je ouders al lang voor hebben gespaard, zo weet je.
Maar dan valt je oog op de datum. Beide feesten zijn op dezelfde datum. En ook nog eens precies aan de andere kant van het land. Er moet dus een keuze gemaakt worden. Voor de een of voor de ander. Wat een dilemma. Nou, vanmorgen ontvangen we ook twee uitnodigingen. Twee uitnodigingen van twee vrouwen voor twee maaltijden. En ook vanmorgen stelt Gods woord ons voor een keuze. Voor het eerst of opnieuw. Laten we beginnen met de eerste uitnodiging. Vers 1 tot en met vers 3. De hoogste wijsheid heeft haar huis gebouwd. Haar zeven pilaren uitgehakt. Ze heeft haar vee geslacht. Haar wijn gemengd. Ook heeft zij haar tafel gereed gemaakt. Ze heeft haar dienstmeisjes uitgezonden. Ze roept op de toppen van de hoogte van de stad. Nou, al lopende door de stad komen we langs haar huis. Het huis van vrouwenwijsheid. En dat huis, dat kunnen we niet missen. Vrouwenwijsheid is namelijk ijverig aan het werk geweest. Nee, van luiheid is bij haar geen sprake. Ze heeft eigenhandig haar huis gebouwd, staat er. Ondersteund door zeven pilaren. En zeven pilaren, dat staat voor het grote formaat van het huis. Het was een imposant geheel. Een paleis zou je kunnen zeggen. En in dat huis bereidt vrouwenwijsheid een feestmaal voor. Een tafel vol heerlijke gerechten wordt er klaargemaakt, zo lezen we. Er wordt vee geslacht. Er wordt wijn gemengd. En het slachten van vee en het mengen van wijn met kruiden, dat gebeurde in die dagen niet zomaar. Dat gebeurde alleen bij speciale gelegenheden, bij feesten. Een Bourgondisch buffet wordt er uitgestald voor haar gasten. En ze laat haar dienstmeisjes uitgaan, lezen we, om de mensen te nodigen voor dat feestmaal. En ook zelf roept ze uit op de hoge plaatsen in de stad, zodat niemand haar uitnodiging zou ontlopen. Nee, wijsheid is niet bang om in het openbaar te treden. Wijsheid heeft niets te verbergen. Haar boodschap moet en zal gehoord worden. En wat we hier lezen is in de eerste plaats een uitnodiging tot een wijs leven. Een wijs leven dat vrucht voortbrengt. Het is een afbeelding van het leven wanneer we de wegen van de wijsheid zullen volgen. Maar tegelijkertijd is het ook een afbeelding van hoe God uitreikt naar ons mensen. Het is een afbeelding van het evangelie. Net zoals wijsheid iedereen wil bereiken, is het God die in ieder wil bereiken met zijn woord. En ook de Heer heeft zijn dienaren uitgezonden. Uitgezonden om mensen te nodigen voor dat grote bruiloftsfeest dat eens zal komen. En telkens weer als het woord van God ergens op aarde wordt verkondigd, dan is dat Gods geest die voor het eerst of opnieuw ons nodigt om te proeven van dat buffet. Dat heerlijke buffet van een leven met de Heer. Goed, dan komen we bij vers 4. En dan komen we eigenlijk bij de inhoud van de uitnodiging. Vers 4. Wie is er onverstandig? Laat hij hierin afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt zij: kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Verlaat de onverstandige dingen en leef. En begeef u op de weg van het inzicht. Nou, allereerst lezen we in vers 4 wie er wordt uitgenodigd. En dat is de onverstandige. Nee, de uitnodiging gaat hier niet uit naar de elite. Niet naar een selecte groep van hoogstgeplaatsten, naar de knappe koppen. Nee, juist de dwazen en de onverstandigen, zij worden hier genodigd. Juist met hem wil zij aan tafel, omdat juist zij het nodig hebben om wijs te worden. En in Matteüs 9, vers 10 tot en met vers 13, lezen we ook Jezus' woorden. Ik zal het voorlezen. En het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag. Zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen: waarom eet uw meester met de tollenaars en de zondaars? Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen: wie gezond zijn, die hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardig tot bekering te roepen, maar zondaars. Nou, degene die denkt gezond te zijn, die heeft geen dokter nodig. Degene die denkt rechtvaardig te zijn,
die zonder zonde is, die denkt God niet nodig te hebben. Degene die wijs is in eigen ogen, die heeft geen behoefte aan de wijsheid. Maar niemand van ons is wijs. Niemand is gezond. Niemand is rechtvaardig zonder Christus. Dit is de uitnodiging van God aan u, aan jou, wanneer je nog in je dwaasheid wandelt. En dat is in essentie wanneer je nog wandelt in je zonde, zonder met God verzoend te zijn. Zonder de Heer Jezus Christus te kennen als je verlosser en je zaligmaker. Gemeente, hoe ver we misschien al met de Heer op weg zijn en hoeveel levenservaring we misschien al hebben. Er is niets in ons dat God heeft doen besluiten om ons te redden. Niemand had een streepje bij hem voor. We zijn alleen gered omdat de Heer Jezus onze dwaasheid, onze zondenschuld op zich nam. De Heer wil juist met zondaars, juist met dwazen, juist met u, met jou, met mij aan de tafel. In vers 1 en 2 lezen we hoe wijsheid zelf haar huis heeft gebouwd en haar feestmaal heeft bereid. Het was de Heer Jezus zelf die de tafel voor ons heeft voorbereid. Hij heeft er duur voor betaald door zijn leven voor ons te geven. Nou, en nadat vrouwenwijsheid de onverstandige uitnodigt, dan lezen we in vers 6 dat ze er niet omheen draait. Ze praat de onverstandige niet naar de mond, zoals vrouwendwaasheid dat doet. Nee, vrouwenwijsheid wil verandering zien, bekering. Ze roept op om de onverstandige dingen te verlaten, om ons te begeven op de weg van het inzicht. Want zoals de vader in de eerste hoofdstukken van dit boek zijn zoon leert, zijn er namelijk maar twee hoofdwegen in dit leven. De weg die leidt tot het leven en de weg die leidt tot de dood. En er zijn allerlei zijpaden die we kunnen inslaan. Goede paden, maar ook slechte paden. Paden om af te wijken van de slechte weg naar de goede, maar ook andersom. Net zoals op die bekende plaat van de smalle en de brede weg. De plaat die je, een plaat die je tegenwoordig trouwens nog maar zelden ziet. En misschien is dat wel juist omdat hij zo confronterend is. Omdat hij zo'n confronterende weergave geeft van de werkelijkheid. Nou, in Spreuken hoofdstuk 3, vers 5 tot 6 lezen we de volgende tekst. En de meeste van ons zullen die wel uit het hoofd kennen. Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Nou, van nature is een mens niet in staat koers te houden op zijn levensweg. Ons hart is van nature onbetrouwbaar. En ons inzicht is beperkt. En juist daarom is de natuurlijke mens geneigd om af te wijken. Af te wijken naar de dwaasheid. Al doen we nog zo best, ons best om goed te leven. Om onszelf op het juiste pad te houden. Het zal niet lukken. En misschien heb je wel eens een kompas gebruikt. En een kompas is eigenlijk niks anders dan een stalen naald in een doosje die gemagnetiseerd is. En daardoor wijst hij naar het magnetische noorden van de aarde. Maar wanneer ze zo'n kompas per ongeluk opbergen in de buurt van een magneet, wat gebeurt er dan? Dan is hij gedemagnetiseerd. Dan wijst hij de verkeerde kant op. En zo is het ook met de mens zonder God. Ons kompas is kapot gegaan met de zondeval. Het wijst 180 graden van God vandaan. Richting de weg van de dwaasheid. Van de zonde. Nou, wanneer we op dit kompas vertrouwen, dan lopen we allerlei kanten uit, behalve de goede. We zullen hoe dan ook verdwalen in het leven. Het moet namelijk gerepareerd worden. Er moet een poolverschuiving plaatsvinden in ons leven. En dat is exact wat er gebeurt wanneer God een zondig mens verandert. Dat is de verandering die plaatsvindt bij de wedergeboorte. En het gevolg is dat in plaats van dat we God van God willen afwijken, dat we juist willen afwijken van de verkeerde wegen. Dat we naar hem toe willen bewegen. Bekering is dan ook de vrucht van de wedergeboorte. Bekering betekent omkering. Afzien van onze dwaasheid en ons richten op hem. Voor de eerste keer, maar ook steeds weer opnieuw. Zolang we ons leven op aarde zullen leven. Telkens weer hebben we het nodig om vers 6 gehoorzaam te zijn. En de onverstandige dingen te verlaten in ons leven. En telkens weer zullen we zo groeien op de weg van het inzicht. Nou, tot zover de uitnodiging van vrouwenwijsheid. We lezen verder in vers 7. Wie een spotter bestraft, laat schande op zich. En wie een goddeloze terechtwijst, draagt een schandvlek.
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht en hij zal u lief hebben. Geef onderricht aan een wijze en hij zal nog wijzer worden. Onderwijs aan een rechtvaardige en hij zal inzicht vermeerderen. Nou, tussen de uitnodigingen van vrouwen wijsheid en vrouwen dwaasheid in lezen we over twee mogelijke houdingen ten opzichte van onderwijs en terechtwijzing. Twee mogelijke reacties op de uitnodiging van vrouwen wijsheid. En de eerste uitnodiging, of de eerste houding, sorry, vinden we in vers 7 en 8a. En die is van degene die niet wil horen. Het zijn de spotters, zo worden ze hier genoemd. Ze spotten met de wijsheid omdat ze niet in staat zijn om verstandig onderwijs te ontvangen. Ze hebben niet het inzicht of het onderscheidingsvermogen om te zien dat hun wegen vol dwaasheid zijn. Dat hun wegen doodlopend zijn. Ze zien niet in dat ze het nodig hebben om wijs te worden, omdat ze wijsheid voor dwaasheid aanzien. En dat is ook precies hoe de wereld aankijkt tegen Gods wijsheid. Zoek maar eens met me op, 1 Korinthe 1 vanaf vers 18. 1 Korinthe 1 vanaf vers 18 tot en met vers 24. En dan lezen we in vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven. Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige zal ik er niet doen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de wijsheid van de prediking zalig te maken, hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Nou, de wereld heeft niets met Gods woord. De prediking van Gods woord is zoals we dat iedere week mogen ontvangen, dat is dwaasheid. Dwaasheid voor de wereld. En laten we niet denken dat we door de prediking maar aan te passen aan de wereld kunnen bereiken. Ja, we kunnen eigenlijk de wereld bereiken op twee manieren. We kunnen de wereld naar de mond praten. Onze prediking zoveel mogelijk aanpassen. Net zo lang tot Christus niet meer gepredikt wordt. Net zo lang totdat de prediking niet meer schuurt. Net zo lang totdat de zonde niet meer genoemd wordt. En de mens op zijn troon zit. Ja, dan bereiken we de wereld wel. Maar niet met Christus. We kunnen de wereld ook Christus prediken. En nee, dat sluit totaal niet aan. Dat is niet seeker-friendly of laagdrempelig. Maar dat is wel het dwaze middel dat God heeft gekozen om de wereld te bereiken. Het is namelijk de kracht van God die werkzaam is. Die mensen, die spotters, over de drempel tilt. We hoeven van de spotters, als we lezen in vers 7 en 8, dan ook helemaal niet op een grip te rekenen. Want van nature zijn we allemaal spotters. God moet ons eerst veranderen. Ons geestelijke kompas repareren, omdraaien. Anders zullen we nooit in staat zijn om Gods wijsheid te ontvangen. In de tegenstelling tot de spotter lezen we in vers 8b en 9 over de andere houding. Over de houding van de wijze. De wijze is wel in staat om wijsheid te ontvangen. En meer dan dat, hij heeft degene lief die hem wijst op zijn dwaasheid. Hij verwelkomt onderwijs en terechtwijzing. Omdat hij weet dat hij het nodig heeft. Dat zijn lat hoog ligt. De lat wordt voor hem namelijk niet bepaald door de wereld om hem heen, door de mensen om hem heen, maar door de wijsheid zelf, door God zelf. We zien hier dan ook een afbeelding van Gods kinderen, die ernaar verlangen om te groeien in hun geloof, te groeien naar het beeld van Christus zelf, de wijsheid van God. En dan komen we bij vers 10. En die tekst zal ons bekend voorkomen uit hoofdstuk 1, welke we de laatste keer behandeld hebben. Het beginsel van de wijsheid
is de vreze des Heren. En het voegt nog iets toe. De kennis van de Heilige is inzicht. Nou, we hebben hier de afgelopen keer al uitgebreid bij stilgestaan. Maar waar begon ook alweer de wijsheid van God? Nou, dat begon bij het vrezen van de Heren. Vrezen. Ontzag hebben voor God. Het besef wie God is. En wie wij zijn. Het besef wat de diepste nood van de mens is. Namelijk met God verzoend worden. Dat is het begin van de wijsheid. Want het zijn namelijk Gods kinderen. De heiligen. Die werkelijk inzicht hebben. Zij kennen God. Zij hebben zicht op Christus. Zij hebben een toegang tot de bron van alle wijsheid. Zij weten hoe goed het is om een leven te leven met de Heere. Zij onderscheiden werkelijk dwaasheid van wijsheid in hun eigen leven en daarbuiten. En dan vinden we in vers 11 een belofte. Een belofte voor wie ingaan op de uitnodiging van vrouwenwijsheid. Want door mij zullen uw dagen talrijk worden, lezen we daar. En zullen jaren van leven u worden toegevoegd. Nou, in het boek Spreuken vinden we veel beloftes door het hele boek Spreuken heen. Belofte wanneer we een wijze keuze maken en belofte wanneer we een dwaze keuze maken. Maar uiteindelijk zijn deze beloftes niet bedoeld als een garantie voor dit leven. Het is niet zo dat wanneer we wijze keuzes maken, we per definitie een welvarend en gemakkelijk leven zullen leiden. Zullen we oud worden wanneer we wijze keuzes maken? Nou ja, het maken van wijze keuzes in het leven zorgt ervoor dat we ons in het algemeen van heel veel onheil bespaard zullen blijven. Iemand die rechtvaardig leeft, die zal bijvoorbeeld niet zo snel in een politiecel belanden. Het zijn de logische gevolgen van de keuzes die we maken. Maar ons kan nog steeds veel overkomen. We leven namelijk in een gevallen wereld waar onrecht heerst. Zo kan een rechtvaardige lijden onder de onrechtvaardigheid van een onrechtvaardige wereld. En zeker als christenen dienen we daar rekening mee te houden. En daarom mogen we de beloftes in het boek Spreuken dan ook lezen in het licht van Gods rechtvaardige oordeel. In het licht van die eeuwigheid. Ooit zal God recht doen aan alles wat er op aarde gebeurt. Het dwaze, maar ook het wijze. En de beloften in het boek Spreuken zijn dus ja en amen wanneer we in Christus zijn. Dan mogen we weten dat ons handelen hier op aarde vrucht zal dragen. Tot in de eeuwigheid. En om dan op vers 11 terug te komen. Ja, een wijs en een rechtvaardig leven zal wellicht leiden tot een gelukkig en een lang leven. Maar misschien ook niet. Er staat, door mij zullen uw dagen talrijk worden. Uiteindelijk is ons het eeuwige leven beloofd door hem, door Christus. En dat is wel een garantie. En voordat we aankomen bij de uitnodiging van vrouwendwaasheid, lezen we eerst nog een soort disclaimer, een laatste waarschuwing in vers 12. Dan lezen we, als u wijs bent, dan bent u wijs ter bate van uzelf. Bent u een spotter, dan moet u dat alleen dragen. Op andere plaatsen in het boek Spreuken lezen we over de gevolgen van de wijze en de dwaze voor anderen. Bijvoorbeeld in Spreuken 10 vers 1. Dan lezen we de bekende woorden, een wijze zoon verblijft zijn vader, maar een dwaze zoon betekent verdriet voor zijn moeder. De zonde heeft vaak verstrekkende gevolgen. Denk aan overspel, denk aan echtscheiding, verslavingen, aan leugens en bedrog. Onze keuzes hebben gevolgen voor onze omgeving, voor onze naasten, voor onze gezinnen, onze broeders en zusters in de gemeente. Maar aan de andere kant kan ook een wijs en een godvrezend leven tot zegen zijn voor de mensen om ons heen. Voor onze gezinnen, voor ons werk, voor onze vriendschappen. Ook daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. Maar hier in vers 12 worden de gevolgen bij de lezer zelf gehouden. Ja, het is de Heere die door zijn genadewerk van de verkiezing uitreikt naar zijn kinderen. Dat is Gods soevereine werk in een mens. Dat is zeker waar. Maar dat ontslaat ons niet van onze eigen verantwoordelijkheid. Om de uitnodiging van wijsheid aan te nemen of af te slaan. Ons wordt namelijk niet gevraagd om te navelstaren. Om te zien of we al goed genoeg zijn voor God. Geloof en bekering. Dat is wat van ons gevraagd wordt. Wanneer we onze eigen dwaasheid erkennen en ons vertrouwen stellen op de Heer, dan lezen we in vers 12, dan is dat ten bate van onszelf. Want we hoeven onze eigen dwaasheid dan niet langer te dragen. Waarom? Omdat Christus onze dwaasheid heeft gedragen.
zodat wij wijs konden worden. Maar de andere kant is ook waar. Wanneer we Gods genadeaanbod afslaan, dan leven we nog voor eigen rekening. En dan zullen we ook de gevolgen daarvan moeten dragen. En over die gevolgen lezen we straks meer. En nu komen we aan bij de tweede uitnodiging. We lopen verder door de stad en we komen aan bij het huis van vrouwen dwaasheid. Vanaf vers 13. Vrouwen dwaasheid is onrustig. Louter onverstand. Ze heeft nergens weet van. Ze zit bij de deur van haar huis. Op een troon op de hoogte van de stad. Om naar de voorbijgangers op de weg die rechtdoor willen gaan te roepen. Nou, ook vrouwen dwaasheid roept vanaf de hoogte naar ons. Het woord onrustig kun je hier misschien het beste vertalen als rumoerig of lawaaierig. Ze roept allerlei zaken, maar weet eigenlijk niet wat ze zegt. Ze heeft nergens weet van, staat er. Met andere woorden, ze weet niet wat goed en wat wijs is. Ze kan het niet onderscheiden, net zoals de spotter in vers 7. En ook vrouwen dwaasheid nodigt ons in haar huis. Ze heeft enigszins geprobeerd om vrouwen wijsheid na te doen, maar dat komt niet in de buurt. Ze stelt namelijk niet zulke hoge eisen als vrouwenwijsheid. Haar huis is als een slechte kopie van die van vrouwenwijsheid. En waar we vrouwenwijsheid ijverig zien met het bereiden van de maaltijd en uitnodigen van haar gasten, zien we vrouwendwaasheid passief zitten op haar comfortabele troon. Haar doelgroep is, zoals we in vers 16 lezen, hetzelfde als die van vrouwenwijsheid. Ook zij nodigt de onverstandigen en ook zij vraagt hen af te wijken van hun weg. Maar wat is dan haar aanbod? Wel, dat lezen we in vers 17. Het aanbod van vrouwendwaasheid. Gestolen water is zoet en in het geheim genuttigd brood is aangenaam. En dat is alles wat ze te bieden heeft. Water en brood. Meer wordt ons hier niet aangeboden. Het is een schril contrast. Een schril contrast met het feestmaal. Het grootste buffet dat vrouwenwijsheid ons biedt. Het water wordt ons hier verkocht als zoet, net als wijn. Maar het blijft water. Het brood wordt beschreven als aangenaam. Maar het moet wel in het geheim gegeten worden. Het is gestolen voedsel. Het aanbod van vrouwendwaasheid is het buffet van de zonde. Het buffet wat de wereld en de Satan ons zo graag wil aanbieden. Ja, het moet heel wat voorstellen. In alle eerste instantie smaakt het misschien zoet en is het aangenaam. Maar de zonde heeft een bittere afdronk, een vieze nasmaak. En let erop hoe vrouwendwaasheid, net als wijsheid, haar huis op de hoogte van de stad heeft geplaatst. En de hoogte, of de hoge plaatsen, stonden in die tijd voor de plaatsen waar God aanbeden werd. En de toenmalige lezers van het boek Spreuken zouden ook direct het beeld hebben begrepen van vrouwendwaasheid die hier wordt neergezet als een afgod. En door het boek Spreuken heen zien we dit beeld ook telkens weer terugkomen. De vader stelt zijn zoon telkens voor de keuze tussen het echte leven met de Here, dat vreugde brengt, en de namaak, de afgoden die de wereld en de Satan ons wil verkopen. En ook als ouders is het van belang om, net als de vader in het boek Spreuken, onze kinderen te laten zien wat de wereld werkelijk waard is. Want als het aan de wereld ligt, dan zullen onze kinderen eerst de uitnodiging van vrouwendwaasheid ontvangen. Dan zullen ze nooit begrijpen dat er een beter aanbod ligt. En daarin ligt onze taak, ouders. Wanneer de wereld aan onze kinderen trekt, dan mogen we laten zien wat namaak is. We mogen de wereld als het ware ontmaskeren. Laten zien dat het aanbod niks voorstelt vergeleken bij dat van God. En we zijn soms ook geneigd om onze kinderen vooral te beschermen voor de dingen van de wereld. Ontzeggen hen bepaalde dingen, omdat we weten dat het niet goed voor hen is. En dat is goed. Maar wat zetten we er tegenover? Laten we vooral niet vergeten bij alles wat we hen ontzeggen, er iets beters tegenover te stellen. Laten we met onze kinderen optrekken en hen laten zien dat een leven met de Here werkelijk beter is dan de namaak van de wereld. En we gaan afronden. We lezen vers 18, het laatste vers. Maar men weet niet dat haar gestorvenen liggen. Haar genodigden liggen in de diepte van het graf. Nou, hier zien we dat het aanbod van vrouwendwaasheid nog meer inhoudt dan alleen een maaltijd. Maar dat vertelt ze er niet bij. De weg van de dwaasheid is namelijk een doodlopende weg. Die uitmondt bij het graf.
Iets waar we in hoofdstuk 1 ook al voor worden gewaarschuwd. Blader eens terug naar hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 vanaf vers 28. Ook daar lezen we indringende woorden van de wijsheid. Vers 28. Dan zullen zij me tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen me ernstig zoeken, maar ze zullen me niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vrees des Heren niet hebben verkozen. Ze hebben mijn raad niet gewild. Al mijn bestraffingen hebben zij verworpen. Ze zullen van de vruchten van hun weg eten en verzadigd worden van hun eigen opvattingen. Want de afvalligheid van de onverstandige zal hen doden. En de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. Maar wie er naar mij luistert, zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Maar dit is realiteit, gemeente. Er zijn werkelijk maar twee wegen in het leven. Er is een weg naar het eeuwige leven met de Heere, maar ook een weg die leidt naar de eeuwige dood, naar de hel. En gemeente, er is een gevaar dat we zicht op deze werkelijkheid kwijtraken. Maar het woord van God leert het ons. Het goede nieuws, het evangelie, is pas werkelijk goed wanneer we beseffen dat er ook slecht nieuws is. En wat de slechte nieuws inhoudt. En daarom moeten we ons daar niet over zwijgen. In de prediking, bij evangelisatie, maar ook bij de geloofsopvoeding. Afgelopen week hebben we het hier bij de toerustingsavond nog over gehad met Marie Storm. Wij, maar ook onze kinderen, moeten begrijpen dat er twee wegen zijn en twee bestemmingen. Goed, we gaan afronden. We hebben vanmorgen twee uitnodigingen ontvangen. Van vrouwen wijsheid en van vrouwen dwaasheid. En door het tekstgedeelte heen klinkt de oproep aan ons allemaal om ernst te maken met de weg die we wandelen. Om een keuze te maken, voor het eerst of opnieuw. En wanneer je mag weten een kind van God te zijn, wanneer je al hebt geproefd van dat brood en hebt gedronken van die wijn, dan bent u, dan ben jij vanmorgen opnieuw genodigd aan dat feestmaal. Ook als we misschien telkens weer afglijden, in zonde of het zicht op de Heere verliezen, dan roept de Heer ons terug. Hij roept ons terug naar zijn tafel. Beleid hem je zonde en keer terug naar hem, om een betere eenschap met Christus te leven en ons te begeven op de weg van het inzicht. Maar misschien zit jij hier vanmorgen en ken je de Heer helemaal niet. Verlang je wel naar om hem te leren kennen, maar je weet niet hoe. En misschien is je leven juist een puinhoop en begeef je op de weg van de dwaasheid. Je hebt gegeten van het andere buffet, dat buffet van de zonde. Wel, dan roept de Heer juist u, juist jou. Hij roept jou, wijk van je weg, bekeer je. Keer je om naar mij, want je hebt het nodig om wijs te worden. Je hebt het nodig om wijs te worden tot zaligheid. Eet van mijn brood en drink van de wijn. Stel je vertrouwen in het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. En ik sluit af met het lezen van Spreuken 3 vers 5 en 6. We hebben hem al gelezen. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Amen. Moeten we vervolgen de dienst...